Leuk dat je kijkt naar nou weer een nieuwe video. In deze video behandelen we drie Nederlandse aandelen. Twee daarvan behandelen we heel kort. Eentje gaan we wel uitgebreid behandelen. Welke aandelen dat zijn en vooral ook waarom ik er twee maar heel kort behandel en juist die derde heel uitgebreid, dat vertel ik zo in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar nou weer een nieuwe video. In deze video gaan we kijken naar Nederlandse aandelen. Uh, de laatste tijd heb ik telkens om ja, jullie reactie gevraagd. Welk aandeel willen jullie graag in een video voorbij zien komen? Veel Nederlandse aandelen werden ook genoemd, maar ik wil natuurlijk ook buitenlandse, Amerikaanse aandelen behandelen. Dus mijn idee is om om de anderste week een Amerikaans of een buitenlands aandeel en de andere week een Nederlands aandeel te doen. Nederlandse aandelen die werden genoemd zijn bijvoorbeeld ASR, en Nationale Nederlanden en N-groep. Um, alleen het probleem is eigenlijk een beetje dat van deze aandelen vaak niet alle data beschikbaar is, of niet alle data beschikbaar is op één locatie. En het beste kunnen we dat even bekijken via de website Belegger Tools. Dat is de website die ik heb ontwikkeld juist om jou te helpen met het ontdekken, onderzoeken en waarderen van aandelen. Als we naar het dashboard gaan en bijvoorbeeld hier rechtsboven ASR NL, dat is het tikkersymbool van ASR in Nederland, op de Euronext in Amsterdam in Toetsen. Dan zien we dat we wel wat gegevens krijgen, maar niet alle gegevens. En dat is eigenlijk bij heel veel websites is dat zo het geval. Uh, meestal wordt gebruik gemaakt van een dataleverancier, een buitenlands bedrijf. En Nederlandse aandelen zijn gewoon niet zo dat er alle data voor beschikbaar is. Dat zien we eigenlijk direct al hier terugkomen. Niet alle gegevens kunnen we berekenen of zijn beschikbaar. Ook in de checklist zie je dat vaak misschien wel terugkomen dat er rare situaties ontstaan, dat het misschien niet altijd klopt. Daarom is het zeker altijd belangrijk om bij niet-Amerikaanse aandelen, zou ik eigenlijk zeggen, en zeker de wat kleinere bedrijven, relatief kleinere bedrijven, om dat altijd even te verifiëren met een externe bron, nog een tweede bron om te kijken hoe de data eruit ziet. Gaan we naar financieel en gaan we naar cijfers, dan zien we hier zeker wel cijfers tevoorschijn komen. In dit geval van ASR zien we eigenlijk eh, tot en met 2022, het boekjaar 2023, moet nog afgerond worden. Dat zal er ook wel beschikbaar worden. Maar kijken we dan in dit soort situaties, wat ik nu heb gezien, is dat vaak niet alle data precies overeenkomt met zoals ASR het zegt. En er zijn wel websites die wat data correct weergeven, zoals IEX bijvoorbeeld, die geeft de netto winst dan wel weer correct weer. Maar die heeft dan bijna alle andere punten kun je daar weer niet terugvinden. Terwijl op andere websites vind je eigenlijk alle andere punten, maar wordt misschien niet de netto winst op dezelfde manier uh, berekend of niet goed weergegeven. Waardoor je eigenlijk geen één bron hebt kunnen vinden die eigenlijk alle data op de correcte manier weergeeft. Kijk bijvoorbeeld in het geval van de NN-groep, Nationale Nederlanden laten we zeggen. Uh, in dit geval het derde resultaat. Ook hier krijgen we wel wat data, ook meer data trouwens. We zien eigenlijk dat bijna alle gegevens. In dit geval worden ingevuld. Gaan we hier naar financieel en gaan we hier naar de cijfers. Dan zien we ook hier zeker wel alle cijfers voor ieder jaar tevoorschijn komen. Alleen wat hier bijvoorbeeld op is gevallen, als ik ga kijken, ik pak het jaarrapport, de jaarcijfers vanuit het bedrijf zelf erbij. Dan is dat 2022 zij een andere nette winst uh, rapporteren. Terwijl de jaren 21, 2020, 2019. Die gegevens komen dan juist wel weer overheen met hun eigen data. Dus dan lijkt het voor het verleden wel te kloppen, maar niet per se voor het laatste boekje dat we hier zien. En dat is dus eigenlijk een beetje het probleem met Nederlandse aandelen. Wil je daar onderzoek naar doen, zul je dus eigenlijk vooral zelf veel data moeten verzamelen. Zul je waarschijnlijk zelf een Excel-document moeten maken, een overzicht, een berekeningsmethode eigenlijk, op basis van waar je zelf de data invult die je haalt bij het bedrijf zelf. Kost veel meer tijd. Is wel nauwkeuriger. En dat biedt misschien ook al kansen, omdat er juist ja, niet al deze data overal voor iedereen beschikbaar is, maar alleen voor degene die er veel moeite voor doen. Kan het dus zo zijn dat je misschien wel um, juist kansen tegenkomt die andere mensen niet eens tegenkomen, omdat ze er niet naar kijken? Op dit moment ga ik daarnaast dus niet naar kijken naar deze bedrijven. Misschien op een later moment, maar dan zal ik eerst tijd in moeten investeren, een module op moeten bouwen in Excel, om dat allemaal zelf in te gaan voeren, omdat wel wat data klopt, in dit geval bijvoorbeeld 2021 en eerder, maar dan ga je toch een vertekend beeld krijgen, dat 2022 waarschijnlijk dus niet klopt. Kloppen de percentages, de gemiddelden dus niet. Dan kan ik dat niet op dit moment gebruiken. Zal ik dus zelf een Excel-document moeten maken, of misschien jij zelf een Excel-document moeten maken. Dat is de reden dat ik daarom naar het derde aandeel van deze video ga, ASML. En als we hier gaan kijken, zijn er twee noteringen die interessant zijn. Aan de ene kant ASML op de NASDAQ. En we hebben ASML in, um, wederom in Amsterdam, de Euronext. De koers, daar zit het grote verschil in. Hier gaan we kijken naar euro's. De NASDAQ natuurlijk in dollars. Maar wat we ook hier opvalt, ondanks dat ASML een groter bedrijf is, is dat hier de financiële gegevens niet overeenkomen per se met hun eigen gerapporteerde cijfers. En daarom ga ik juist in deze video, pak ik het Amerikaanse aandeel erbij. Omdat hier en meer data voor beschikbaar is, meer analisten er ook voor zijn. En ik daarom denk ik een betere berekening kan maken, een betere analyse kan maken. Het enige waar we rekening mee moeten houden is dat we dan wel in dollars werken en niet zozeer in euro's. Maar dat gezegd hebben, laten we kijken naar het aandeel van ASML. Een aandeel dat ik niet in bezit heb, maar wat wel op mijn watchlist staat. Een aandeel dat ik ook heel graag zou willen toevoegen aan mijn portefeuille. Um, de laatste keer dat dat was, laten we even uitzoomen naar de laatste drie jaar. Het moment waar ik toen uh, had ik nog handmatig een eigen Excel overzicht met koersdoelen. En dat was onder de 400 dollar. Die werd hier aangetikt. dat is ook de tijd dat ik druk bezig was met het ontwikkelen van deze website. Dat betekende dat ik niet de tijd had, niet eraan heb gedacht om telkens dat Excel-document bij te houden. En uiteindelijk heb ik. Ja, dat, die koers uh, heb ik gemist. Anders had ik het aandeel hier waarschijnlijk dus gekocht. En zou dat heel leuk zijn geweest, zouden we nu inmiddels een verdubbeling hebben gezien van mijn aankoopmoment. Um, dat was dus het nadeel van de oude situatie. Waar ik toen dus druk mee bezig was met het ontwikkelen van deze website. En dus ook dat je het kunt toevoegen aan je watchlist. Dat heb ik inmiddels gedaan. Dus de volgende keer dat het mijn koers aantikt, die ik interessant vind, krijg ik een mailtje. De kans dat ik dan. Uh, dat moment mis is vele malen kleiner. Dus uh, ik hoop in ieder geval dat ik het volgende moment niet ga missen, laten we het zo zeggen. Beurswaarde 400, uh, 340 miljard, omzet van bijna 27 miljard en een winst van 7,5 miljard. Dit zijn trouwens nog niet de cijfers per se van het volledige boekjaar van 2023, want dat wordt binnenkort gerapporteerd. Winst per aandeel was hier van de laatste vier kwartalen die we dus wel beschikbaar hebben. Uh, bijna 20 dollar in dit geval. En dat betekent een P.E. ratio van 41 bij de huidige koers. Hele goede marges. 51, bijna 52% bruto marge. Uiteindelijk bijna richting de 30% procent als netto marge. Kijken we de checklist. Dan zien we uh, ja, vooral waardering eigenlijk die opvalt. En een beetje hier de free cashflow groei. Maar dat zo, kan wederom een momentopname zijn. Zeker een punt om te bekijken. Wat we verder zien. Dividend dat ze wel uitkeren. Uh, ze kopen ook zeker eigen aandelen op. Ook altijd interessant als aandeelhouder zelf zijnde. In de laatste vijf jaar is de omzet bijna verdubbeld. De winst met 150% gegroeid. Free cashflow dus afgenomen. Um, straks even kijken in de cijfers hoe dat zit. Netto winst, we zagen het al bijna 30%. Terwijl we eigenlijk op zoek gaan naar boven de 10. Dus ruim voldoende. Laag schuldratio en een heel goede return on invested capital. Kijken we Altman Z, kans dat ze gaan, heel klein. 9 is gewoon heel erg goed. En Piotrowski, een andere manier om te kijken hoe het bedrijf er financieel voor staat, 8 op een schaal van 9. Dus ook dat is heel erg goed. Kijken we dan naar die financiële gegevens, in dit geval de cijfers. Dan zien we dus de omzet verdubbelen in de laatste 5 jaar. En dat wordt eigenlijk gekeken naar. Deze periode ten opzichte van 2018. Kijk in de laatste 10 jaar, dan gaan we van 5 miljard, dus naar nu bijna 30 miljard. Scrollen we naar beneden, dan zien we de omzet, of de, de winst moet ik zeggen, van iets boven de 1 miljard. Uiteindelijk oplopen naar nu dus zo'n 7,5 miljard. Vorig boekjaar, het laatste boekjaar, 2022, was dat 6,4. En vooral interessant, denk ik, zijn de marges. We zagen het al oplopen tot boven de 30. Nou, in het boekjaar van 2022 was dat zelfs 30. Het jaar daarvoor, dat was echt een topjaar, met 31,6. En die tijd daarvoor zien we het eigenlijk van onderaan in de 20 oplopen naar dus onderaan in de 30. Iets waar we misschien rekening mee kunnen houden voor de toekomst. Um, ze hebben natuurlijk een heel goede positie. Er zijn heel veel fabrieken die chips maken. Denk aan TSMC, Intel, Samsung. Maar dit zijn ook direct, eigenlijk meteen de grote klanten en ook aandeelhouders trouwens in ASML. Ze gebruiken allemaal de machines van ASML. En eigenlijk op dit moment zou je kunnen zeggen dat ASML een monopoliepositie heeft met het type machine. Met de, hoe zij de chips kunnen maken op ja. welk klein formaat. Er is op dit moment niet echt concurrentie voor. Komt misschien wel concurrentie. Zal nog een tijdje duren. En tegen die tijd is waarschijnlijk ASML alweer met, bezig met een nieuwe machine. Zijn ze nu mee bezig? Hebben ze het dan op dat moment? Dus het ziet er heel interessant uit. En de marges die we, denk ik, de laatste tijd zien, zijn ook, denk ik, zeker wel marges die we nu kunnen aanhouden. of mogelijk zelfs iets zien verbeteren in de toekomst. Juist vanwege hun goede positie. Even kijken naar het kastrumoverzicht. Uh, overzicht Omdat we daar zagen dat de free cash flow was afgenomen. Kan een momentopname zijn. We zien wel dat het inderdaad de laatste jaren iets minder is. En dat het voorheen. Ook wel erg hoog was in bijvoorbeeld 2021. Maar verder gekeken lijkt het eigenlijk wel dat er op de lange termijn wel wat schommelingen in zitten. Maar je zou denken dat de laatste periode toch een verbetering was ten opzichte van vijf jaar geleden, als ik het zo ga bekijken. Kijken we dan naar wat analisten denken van het aandeel. Het aandeel heeft een gemiddeld koersdoel van 852 dollar. Oftewel 2% downside vanuit de huidige koers van 870. Hoogste koersdoel. Koersdoel ligt op 1000 dollar, een plus van 15%. Laagste koersdoel, dan moet de koers nog met zo'n 10, 11% dalen. Omzetverwachting, het boekjaar 2023 is al afgerond, maar die cijfers zijn nog niet bekend. De analisten gaan uit van zo'n 28 tot 29 miljard omzet. Voor dit jaar wordt er gemiddeld genomen eigenlijk geen groei verwacht. We zien het hier ook, komt wederom op rond de 28 miljard uit en pas het jaar daarop... Zien we omzet groeien naar in dit geval 34 en 38 miljard. Al is het vanaf 2026 nog wel maar 6 analisten. Terwijl voor de komende twee jaar uiteindelijk nog boven de 30 aantal uh, analisten zijn. Dus iets betrouwbaarder lijkt het mij in ieder geval. Kijken we naar de winst per aandeel, zien we eigenlijk hetzelfde beeld. Een, nog een sprong in 2023. Dit jaar is de verwachting dat het redelijk vlak zal blijven. Terwijl juist volgend jaar. Dus 2025, eind 2025, in één keer richting de 30 dollar gaat, op 30 euro. Dan zien we daar pas eigenlijk een stijging. Dus dit jaar lijkt een jaar te zijn dat het wat tegen gaat zitten voor het aandeel. Dat we dan niet te veel van moeten verwachten. Mogelijk gaat misschien de koers dan ook wel dalen als er op korte termijn niet veel te verdienen valt. Kan misschien een moment zijn dat het interessant is om het aandeel dan te kopen. Of dat ook het geval is. Nou, daarvoor gaan we natuurlijk kijken. Uh, naar de waardering voor het aandeel. Wanneer vinden wij het aandeel interessant? We hebben verschillende tools die we kunnen gebruiken. Ik wil ten eerste even gaan kijken naar de Buffett score. Als Warren Buffett naar een aandeel kijkt, kijkt hij op 10 punten. Ja, hoe scoort ASML in dat geval? Niet per se het bedrijf misschien wat Warren Buffett zou kopen aan de ene kant. Aan de andere kant, het is wel weer een bedrijf met een echte mode, echt een monopoliepositie. Waar het dan ja, 70 van de 100 punten, dus best een prima score zou je kunnen zeggen. En waar het eigenlijk voornamelijk niet op scoort, zijn de eerste twee punten. Vergeleken met een obligatie, scoort het 0 punten. Rate of return, maar 2 van de 10 punten. De winst is niet zo voorspelbaar. En de expanding coupon die valt ook tegen. Laten we er even kort naar kijken. Ten eerste vergeleken met een obligatie. Obligatie op dit moment in Amerika kun je 4,8% bijna uh, verwachten. ...als je het één jaar vastzet bij de Amerikaanse treasury. Dus gaan we kijken naar de wits per aandeel... ...die we nu de laatste tijd hebben gezien bij het aandeel. 21,60 Willen we dat ook verdienen en doen we dat via de treasury... ...waar we 4,8% zeg maar krijgen... ...betekent dat we zeg maar 450 dollar moeten investeren... ...om ook dit bedrag te ontvangen. Het aandeel is veel duurder en dus is het niet interessant... ...maar dit is wat we bij heel veel aandelen zien. Dat komt aan de ene kant omdat de treasury rate gewoon heel erg hoog is... Dat is gewoon, ja, de rente die je daar krijgt is gewoon veel hoger dan historisch gezien. En zeker de laatste tijd. Aan de andere kant kun je ook nog denken: dit soort aandelen zijn de laatste tijd juist erg populair. Zijn in koers verdubbeld in goede anderhalf jaar tijd. En dat zorgt dus ook voor dat het voornamelijk dan al op twee punten eigenlijk tegenwerkt. Zorgt er direct ook voor dat de rate of return heel laag is. Want. Kijken we naar de winst per aandeel ten opzichte van de koers, is dat maar 2,5%. Terwijl we het natuurlijk vaak hoger willen zien, 4, 6, misschien nog wel hoger. Dan zou het ook meer punten scoren. Waar het ook niet zo op scoort, is de winst per aandeel. Dat is niet zozeer dat het slecht is, maar de voorspelbaarheid is niet goed. Dat zien we eigenlijk voornamelijk omdat in 2022 de verandering negatief was. Oftewel, de winst per aandeel nam iets af. 2023 is waarschijnlijk dus weer dat het juist erg toe gaat nemen. Maar over het algemeen is dus eigenlijk dat het heel erg volatiel is en dat het op die manier dus moeilijk in te schatten is. Dat is wat we hier zeggen. Kijken we naar de groei van de winst per aandeel, dan zien we dat in de laatste drie jaar dat gemiddeld met 29% per jaar groeit. De laatste tien jaar met 19%. En we zien dus wel dat de laatste jaren de groei sneller is, hoger is. En dat is positief. Dus wat betreft de groei, daar scoren ze wel goed op. Maar de voorspelbaarheid van die groei, daar dan juist wat minder. Return on equity, bijna alle punten. Expanding coupon, net niet allemaal, of laten we zeggen de helft. Dat heeft aan de ene kant ook te maken met de return on equity die je eigenlijk in het, direct, in het begin al direct krijgt. Uiteindelijk winst per aandeel en uitstaande aandelen. Nou, we zien de winst per aandeel zeker wel oplopen de laatste tien jaar. Tegelijkertijd zien we ook het aantal aandelen, uitstaande aandelen afnemen. Dus dat is positief, maar het is dus niet zo dat... De winst per aandeel die toeneemt, dat dat komt vanwege het aantal minder aandelen. Dus beide. En er zijn minder aandelen en er wordt gewoon stukken meer winst gemaakt. Dus twee belangrijke punten. Return on invested capital, niet alleen het laatste jaar heel erg goed. Eigenlijk vooral de laatste tien jaar. Eigenlijk altijd boven de 12% die we willen zien. Zeker de laatste paar jaar erg hoog. 40% bijna en zelfs meer dan 40%. En we zien ook dat de management het goed doet. Wat betreft het dividend dat ze uitkeren. Wat ze vasthouden en opnieuw kunnen investeren in het bedrijf. Uiteindelijk scoort het op heel veel punten heel goed, maar niet op alle punten. Wel interessant, denk ik, om te zien, om best wel veel punten een in inzicht te krijgen in het aandeel. Kijken we dan bijvoorbeeld naar de value chart. Dit laat zien hoe de koers zich verhoudt ten opzichte van een gemiddeld PE-ratio van 15 van de markt. Dat is de gele lijn. Of het gemiddelde van de laatste 10 jaar voor dit aandeel, wat uitkomt op bijna 32. Dan zien we dat het voornamelijk. Ja, veel meer richting dat gemiddelde moeten kijken. En dat het af en toe richting dat gemiddelde gaat. En dat dat ook de koopmomenten waarschijnlijk zijn om het aandeel eventueel te kopen. In ieder geval waar ik straks naar keek. Onder de 400, dat heeft hij hier eventjes aangetikt in oktober van 2022. Dat punt heb ik gemist. Maar ook op deze grafiek geeft dat zeker een punt aan wat interessant was. Een ander punt was oktober afgelopen jaar. Lijkt op deze grafiek ook interessant te zijn geweest. Omdat het dan wederom de blauwe. Lijn aantikt. Kijken we nu vooral de laatste tijd, hoe het hier is omhoog geschoten van niet zo heel lang geleden. Twee weken geleden 700 dollar naar nu 870 dollar. Lijkt het er wel op dat we uiteindelijk al die kant op gaan als we de winst per aandeel ook meenemen die verwacht wordt in de toekomst. Dus eigenlijk voornamelijk 2025. Maar dan zou je ook kunnen zeggen dat nu de koers er eigenlijk al ver op vooruit loopt. Hetzelfde beeld krijgen we denk ik ook bij de Linz-lijn. Pieter Lins legt altijd. Uh, lijkt een beetje dezelfde grafiek. Is in principe ook dezelfde basis, alleen het verschil is: hier passen we niet de PI-multiple toe. Hier kijken we puur naar wat is de winst per aandeel, de gele lijn, en wat is de koers. Een iets simpelere grafiek. En wat we hier eigenlijk zien is hetzelfde beeld. Op het moment in oktober 2022 en oktober 2023 komt de koers in de buurt van die lijn van de winst per aandeel. Lijken dat interessante momenten zijn geweest. En zien we ook hier dat het nu alweer lijkt dat de koers. Vooruit loopt op de winst die verwacht wordt eind 2025 in dit geval. Dus laten we daarom ook een scenarioanalyse gaan maken. Drie scenario's voor de toekomst om te kijken. Als deze scenario's zo uitkomen, is het dan interessant bij de huidige koers? Toen ik deze video voorbereidde, heb ik al een analyse gemaakt. Als pro-abonnee kan ik die ook importeren. Dan gaan we kijken voor de komende vijf jaar. Zien we een omzetgroei van 15, 18 en 21 procent? Dit jaar wordt dus niet zoveel groei verwacht. Dat kunnen we ook zien bij de analisten voor dit jaar. Sommigen verwachten een kleine afname. sommigen gemiddeld genomen een kleine groei. De beste analist gaat uit van 8%. Terwijl voor het komende jaar, voor de komende drie jaar gemiddeld is het 8% per jaar. Ik denk zelfs nog dat het meer is. En ook de laatste jaren zien we wel dat het afgelopen jaar erg goed was met meer dan 35%. Maar de groei de laatste 5 en de laatste 10 jaar in principe uitkomt op 20% per jaar, dus ook dat houd ik eigenlijk aan voor mijn bull case. en de rest ga ik iets lager zetten. Netto winst 24, 26 en 28 de gemiddels van 10, 5 en 1 jaar, ik denk dat we uiteindelijk wel iets kunnen gaan verbeteren, misschien dit jaar wat minder, daarom 25, 27 en 29, free cash flow 22, 25, 28 op basis van gemiddels van de laatste jaren, hetzelfde geldt voor het aantal aandelen wat wordt uitgegeven. Lijkt erop dat ze niet uitgeven, maar juist een klein beetje opkopen. 1, 1,5 of 2% per jaar ga ik hiervan uit. Dan een dividendgroei. We zien een afname in dit geval. Groei op de langere termijn. Ik ga uit van een kleine groei. 4, 6 en 8. Dan het P.E. Ratio. Heel belangrijk natuurlijk bij een ja, scenarioanalyse. Wat dit is zeg maar, de multiplier van de winst per aandeel in het vijfde jaar. Historisch gezien gemiddeld 10 jaar zagen we het al bijna 32. De laatste 5 jaar is het zelfs 41. Op dit moment ligt het daar ook weer ongeveer. Afgelopen jaar lag het op 31, was het een stuk interessanter gemiddeld genomen. Ik ga op de lange termijn iets lager zitten. 22, 26 en 30. Dat is een beetje op basis van de groei die we hier zien en dat dat wel uiteindelijk iets zal af gaan nemen uiteindelijk denk ik. Gewenst rendement van 10, 11 en 12 procent. We nemen wat meer risico. Dan een breed gespreide index, waar je misschien 7 of 8% kunnen verwachten per jaar. En daarom wil ik hier iets hogere percentages. Om ja, die margin of safety in principe in te bouwen. Na die periode houd ik gewoon het standaard van 3% groei zoals ook de economie doet aan. Analyseren we dan en scrollen we naar beneden zien we één groen getal. In dat scenario zouden we dit willen betalen. En dat is hoger dan de huidige koers. Dus dat is interessant. In de andere vijf uitkomstenberekeningen is het in het rood. Wordt de koers dus nog niet aangetikt? Oftewel, wat we willen betalen is lager dan de huidige koers. Hier zien we 700 dollar op basis van de multiple berekening in de base case. Op basis van discounted cashflow komt het een stuk lager uit. Komen we iets onder de 600 dollar uit, met misschien nog dividend dat we kunnen verwachten, dan zouden we wel zeg maar 600 dollar een beetje uit kunnen gaan. Hoe dat berekend wordt, kun je ook. Kijk in deze tabbladen bijvoorbeeld de multiple. In de base case denken we dan omzet over 5 jaar van 60 miljard. Een winst van 16,5. Iets minder geplaatste aandelen, oftewel een winst per aandeel van 45. Maal onze multiplier, onze PE-ratio van 26, komt een koers uit van bijna 1200 dollar. Vanuit de huidige uh, prijs, van bijna 870, heb je dan een rendement van 6,2% per jaar. Dat is prima, dat is positief. Maar ook niet het gemiddelde van de markt. Dus niet interessant om in dat scenario te kopen. We zien wel, in de boelcase is het percentage wel hoger dan dat we willen zien, die van die 12%. Dus in dat scenario is het wel interessant. Maar wel een aandeel wat ik dus zou toevoegen aan mijn watchlist. Maar dat heb ik al gedaan. En dat is voor een koers geweest. In dit geval onder de 600 dollar heb ik het op mijn watchlist toegevoegd. Mocht de koers daaronder komen, dan wil ik het aandeel kopen, zou ik het graag willen toevoegen aan mijn portfolio. Niet dat ik het dan direct meteen koop, maar dan is het in ieder geval weer een moment dat ik eraan herinnerd word. Uh, een actuele, opnieuw een actuele berekening gaan maken. Om te kijken: is er nog iets veranderd in de tussentijd? Vind ik het nog steeds interessant? En komt er nog steeds een koers uit die ik interessant vind om te kopen? In ieder geval een goede reminder om het aandeel dus op mijn watchlist te zetten. En mogelijk in de toekomst aan mijn portfolio toe te voegen. Maar dat is hoe ik kijk naar het aandeel van ASML. Laat ik vooral weten wat jij denkt van ASML. Wat vind je van het bedrijf? Is er concurrentie of wat verwacht je van de toekomst? Laat het weten via reactie onder deze video. Laat er ook weten welk aandeel jij graag zou willen zien. Um, het kan een Nederlands aandeel zijn. Als de data beschikbaar is, dan ga ik het aandeel zeker behandelen. Zoals gezegd, niet alle data is altijd beschikbaar. Um, zoals bij ASR, bij Nationale Nederlanden, bij Ahalt was dat laatst wel het geval. Bij ASML is dat ook het geval, maar wel een groter bedrijf, een meer internationaal bedrijf en ook een Amerikaanse notering. Dat maakt het allemaal iets makkelijker. Wil ik jou in ieder geval bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog en vergeet ook niet om te abonneren om nooit meer een video te missen in de toekomst. Nogmaals bedankt voor het kijken. Tot de volgende video.